Nou, welkom allemaal bij weer een nieuwe video-update van Blogs. Mijn naam is Mike en vandaag gaan we het format een klein beetje omgooien. Want het gaat natuurlijk ontzettend hard met de markt. De markt staat 300% hoger dan in januari van dit jaar. Dat betekent dat velen van jullie enorme winsten hebben geboekt. Maar het is pas winst als je het hebt uitgecashed. Het is belangrijk om daar ook even over na te denken. En we doen het niet middels een Q&A, maar ik ga jullie vandaag gewoon eens wat vertellen over enkele onderwerpen. Eén daarvan, het onderwerp wat ik vandaag graag zou belichten, zijn de risico's van het handelen in cryptocurrencies en de volatiliteit in de markt. Een ander belangrijk onderwerp is natuurlijk de stabiliteit van de Blocks app. En tot slot wil ik het nog hebben over het verzilveren van al die winsten. Nou ja, om te beginnen het stukje risico. En eigenlijk wil ik dit stuk risico's ook weer opdelen in drietal subrisico's. Ten eerste, cryptocurrencies zijn enorm volatiel. Dat maakt natuurlijk ook dat het beleggen in cryptocurrencies een hoog risico met zich meebrengt. Dus beleg niet met geld wat je niet bereid bent om te gaan verliezen. Nou, Bitcoin is al volatiel, maar wordt soms zelfs een beetje saai genoemd. Als we dat bijvoorbeeld eens gaan vergelijken met Dogecoin, wat daar wel niet is gebeurd de afgelopen maand, die is maar liefst 10 keer over de kop gegaan. Van een waarde van 5 cent per coin naar 50 cent per coin. En dat te weten dat het eigenlijk maar gaat om een zogeheten memecoin. Een project dat al in 2013 is gelanceerd. En eigenlijk als een soort van grap, een running joke is gelanceerd. Er is een oneindige supply. En er is dus geen fixed cap. En een van de redenen waarom Bitcoin steeds in waarde toeneemt is die cap van 21 miljoen coins. Van Dogecoin zijn er honderden miljoenen coins. Er zit geen cap op, dus er blijven altijd coins bijkomen. En dat betekent eigenlijk ook dat deze waardestijging puur voortkomt uit het hypen van deze currency. En daar doen natuurlijk een aantal grootheden mee, zoals Snoop Dogg en Elon Musk. En mensen die varen dan als het ware mee op die hype. En dat is nou juist heel erg gevaarlijk. Want je gaat mee op de hype en zolang mensen blijven kopen, blijft de currency stijgen. Maar wat heel hard stijgt, kan ook plotseling heel hard dalen. En dan ontstaat er paniek in de markt. Nou, als deze paniek in de markt ontstaat, dan zien wij dat de vraag in de boeken wegvalt. Dus de markt die is gebaseerd op vraag en aanbod. Links hebben we de vraag, rechts hebben we het aanbod. Nu is er misschien heel erg veel vraag, want er is heel erg veel hype. Heel veel mensen willen instappen. Maar zodra het ook maar omslaat en bijvoorbeeld een van de grootste Doge-bezitters besluit om een deel van zijn stack te dumpen op de markt, ontstaat daar paniek en er gebeurt het tegenovergestelde. Dan is er weer heel veel aanbod en heel weinig vraag. En wat er dan gebeurt, dan stort de prijs gewoon in en dan komt de waarde van Doge gewoon als een, valt die gewoon naar beneden en dan kun je zomaar 80% van je belegging verliezen. Wij willen jullie absoluut wijzen op die risico's daarvan. Pas op, probeer die top niet te timen. Jullie hebben fantastische winsten geboekt in deze cycle. Gefeliciteerd aan de Doge-bezitters die hier hebben aan kunnen verdienen. Maar vergeet niet om die winsten ook uit te cashen. Wees tevreden. Laat je niet misleiden door hebzucht. Laat je niet vangen door hebzucht. Dit kan alleen maar meer. Dit kan alleen maar meer worden. Vangen door die droom. Wat als je naar 1 euro gaat? Wat als je naar 2 euro gaat? Wees verstandig en pak onderweg wat van je winsten. Verzilver die vast. Dat als het dan gebeurt dat je doorstijgt, stijg je alsnog mooi door met een deel van jouw stack. Maar als die helemaal in elkaar stort en je hebt even niet op de app gekeken, dan is het zo dat je gewoon alvast een mooi stuk van je winst hebt verzilverd om iets leuks mee te gaan doen. Wees verstandig en cash onderweg naar boven een deel van je winst uit. En word niet de slachtoffer van het moment waarop de paniek in de markt ontstaat, de vraag wegvalt en de opbrengst van de coins verdampt. Nou, dan is er natuurlijk nog een ander risico en dat is dat Blocks of het andere handelsplatform waarop je actief bent down is. Dus de uptime van het platform is niet 100% gegarandeerd. Het kan voorkomen dat de app even niet beschikbaar is. Nou, wij doen daar als organisatie natuurlijk alles aan, maar wij kunnen die garanties niet geven. Dus het kan zomaar zijn en juist vaak op momenten dat er zo'n paniekmoment in de markt ontstaat en iedereen wil verkopen en tegelijk wil verkopen, dan is het dat er druk op de systemen maximaal is. Zowel bij Blocks, maar ook bij de internationale beurzen waaraan Blocks gekoppeld is. En dan kan het zijn dat er even geen prijs tot stand kan komen of dat er even geen beschikbaarheid van de applicatie is. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat in die minuten, vaak spreek je dan van enkele minuten onbeschikbaarheid, kan die markt alle kanten op gaan. En we bespraken net al, als er paniek in de markt ontstaat, valt de vraag weg. Dan maakt de waarde van een currency, van zo'n speculatieve altcoin, een vrije val. En dat betekent dus dat er in die minuten kan er ontzettend veel gebeuren.
He, dus het is, en daarmee, dat zegt eigenlijk ook dat het onwijs moeilijk is, dat kun je niet voorspellen. En je kunt ook niet de hele dag naar de grafieken staan te kijken. He, dus je zult, als je dan op een gegeven moment een mooie winst hebt geboekt, dan is ook hier wederom het advies, pak vast wat van die winst. En word niet te dupe van zo'n vrije val, van zo'n moment. Op het moment dat de app even niet beschikbaar is, want dat kan gewoon gebeuren. Dus wees je daarvan bewust, dat is één van de risico's. He, beleg niet met geld waar je niet kan verliezen. Room op tijd je winsten af. En houd rekening met die risico's en probeer je hier tegen te wapenen. Tot slot een ander belangrijk punt, een belangrijk risico om te adresseren is dat ook in de markten waar Blocks de volatiliteit weghaalt, dus op de grotere internationale beurzen, kan het soms zijn dat men de vraag niet aan kan. Ook dit gebeurt vaak op het moment dat de markt in paniek is en er enorm veel gehandeld wordt. Zowel door particulieren en menselijke handelaren als door alle bots. Nou, dan kan het dus zomaar zijn dat er even geen beschikbaarheid is van die beurs en dus ook geen beschikbaarheid is van een prijs. En kunnen de orders dus niet worden weggezet. Nou, dit soort risico's spelen ook een rol. Het risico van die derde partij. Nou, we zijn met z'n allen iets met iets super gaafs bezig. We zijn een hele nieuwe wereld aan het opbouwen. De wereld van cryptocurrencies. We zijn er nu 10 jaar mee bezig. En de komende 10 jaar zullen we daar verder mee bezig zijn. We bouwen dat met z'n allen helemaal van de grond af aan op. En in dat proces zitten gewoon heel veel leermomenten. En alle platformen doen hun uiterste best om ten alle tijde online te zijn. Maar hiervoor zijn geen garanties. Dus deze risico's zijn inherent aan het handelen in cryptocurrencies. Nou, dan is het natuurlijk belangrijk, wil ik het vandaag ook nog hebben over de stabiliteit van de Blocks app. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, hebben we laatst weer 2 keer een korte onderbreking gehad van de app. Dit is een moment geweest waarop er een enorme hoeveelheid orders in het systeem inschoten en er een vertraging is opgetreden. Nou, als dit soort momenten zich voordoen, dan monitoren wij wat die vertraging doet en of het systeem de vertraging tijdig kan wegwerken. Als wij zien dat deze vertraging te ver oploopt, dan kunnen wij ingrijpen en dan kunnen wij even de maintenance modus brengen. En dat betekent dat we het systeem de ruimte geven om in te lopen op die vertraging en die vertraging weer weg te werken, waarna wij weer nieuwe orders kunnen ontvangen. En wij doen er alles aan om dit moment zo kort mogelijk te houden. We werken ook constant aan verbeteringen in ons systeem, verbeteringen op de hardware laag, verbeteringen op de software laag, om er maar voor te zorgen dat die vertragingen überhaupt niet optreden. Alleen, als dit wel gebeurt, ja, dan kan het dus voorkomen dat we even niet beschikbaar zijn. En dit is dus ook een soort van risico waar men rekening mee dient te houden. We doen er alles aan. Ook na afgelopen vertraging hebben we in onze logging en monitoring kunnen zien waar dit in de applicatie optreedt. Welke processen zijn hierbij betrokken. En we zijn op dit moment en komend weekend ook weer verder aan het werken aan de optimalisatie daarvan. Zodat we constant het bedrijf kunnen verbeteren. Aan de andere kant zijn er ook 100.000 nieuwe gebruikers bij Blocks bijgekomen. Dus aan de ene kant verbeteren we ons systeem constant. En aan de andere kant wordt de belasting met al die nieuwe mensen die ook graag willen beleggen in cryptocurrencies, en wat wij natuurlijk proberen te faciliteren, die wordt ook steeds groter, die pool. Dus dat is een proces wat parallel aan elkaar loopt. Nou ja, merken wij dat ons systeem het niet aan kan? Een conclusie die we bijvoorbeeld dinsdag hebben we weer gezien. Hey, er komt weer een vertraging in het systeem. Kennelijk kunnen we de load nog niet aan. Dan analyseren wij dat en dan nemen we ook de nodige maatregelen. Nou, zo hebben we ook besloten om nu tijdelijk de registraties weer dicht te zetten. Voor alle vrienden en vriendinnen en mensen om je heen die ook graag gebruik willen maken van Blocks, het is even niet mogelijk. We focussen ons op de core groep van onze gebruikers. We hebben zelfs een aantal additionele maatregelen genomen door tijdelijk het minimale orderbedrag te verhogen naar €50. We vinden het enorm vervelend. Dit willen wij natuurlijk niet, want Blocks is voor iedereen en beleggers zou al mogelijk moeten zijn vanaf enkele euro's. Het is dan ook een tijdelijke maatregel, maar dit soort maatregelen die nemen wij om ervoor te zorgen dat het systeem stabiel blijft. En dus achter de schermen zijn we druk aan het werken aan de oplossing om ervoor te zorgen dat we straks zo snel mogelijk die minimale limiet weer naar beneden kunnen brengen en de app kunnen openstellen en weer nieuwe mensen kunnen ontvangen. Maar op dit moment gaat de gebruiker en is de stabiliteit van de app van het hoogste belang. Er zijn enorme winsten geboekt, hè? Natuurlijk ook onder andere met Dogecoin, maar ook met Ripple. Vrijwel alle altcoins tikken weer een all-time high aan. De markt staat op 300% van de waarde van januari. Dat betekent dus dat er gigantisch veel winst is gemaakt. Een tip, pak die winst. Zorg dat je die winst gaandeweg omhoog verzilvert. En uitcasht. Want dan pas kun je hem uit gaan geven, want anders is het een virtuele winst. En het is belangrijk om die winst te pakken en je niet te laten misleiden door hebzucht. En soms lijkt het dan even, dit kan alleen maar hoger gaan. Het is ook bijna te mooi om waar te zijn. Dat je wakker wordt en dat er 30-40% bij je kluis is bijgekomen aan waarde. Maar wat te mooi om waar te zijn is, kan dan ook geen stand houden. En dat is vaak ook te mooi om waar te zijn. Zorg ervoor dat je op de weg omhoog vast wat van jouw winsten verzilvert. En zodat als de markt straks weer naar beneden komt, want dat
hebben we natuurlijk al meegemaakt. In 2017 hebben we het gezien dat de markt tot 800 miljard is gestegen en weer gedaald is naar 160 miljard. Dat betekent dat 70-80% van al die waarde die op dat moment op het toppunt in bezit was van mensen en kon worden verzilverd, is verdampt. Nu zitten we weer in een bull cycle. Dat betekent ook dat er weer enorme waardestijgingen zijn. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gezien, wat ik al zei, 300% dit jaar. Maar dit is niet houdbaar. Dit is gewoon uiteindelijk op termijn niet houdbaar. Dit moet weer een keer naar beneden komen. En zorg nou dat jij in ieder geval onderweg alvast een deel van jouw winsten hebt verzilverd. Stijgt de markt door, dan profiteer je daar ook van mee. Maar als de markt instort, dan is het niet zo dat al jouw winsten weer verdampt en hou je toch nog een mooi bedrag over. Nou, tot slot hebben we natuurlijk de afgelopen weken van jullie enorm veel goede ideeën ontvangen. Een hele wensenlijst ontwikkeld. En daar willen we natuurlijk graag op terugkomen. Nou, als ik even door de lijst heen ga van deze ideeën. Dat zijn natuurlijk limietorders. Dus het kunnen inleggen van een order en kunnen kopen bij een bepaalde prijs. En weer automatisch kunnen verkopen. Dat is het meest over gesproken. Jullie willen graag push notificaties ontvangen. En een prijsalarm als een coin een bepaald niveau ontdekt. Jullie zouden graag meer informatie willen zien. Dus betere informatie willen zien over de winst en verliezen per coin. Staking is genoemd, dus het steken van coins, het beschikbaar stellen van coins aan een node, waardoor je rendement op je coins kunt verdienen. Het concept van meerdere wallets zie ik staan. Ja, allemaal topideeën en daar willen wij heel graag aan gaan werken. En het is ook al zo dat aan de voorkant zijn we al deze ideeën al aan het uitwerken. Want je hebt natuurlijk een front-end team en een back-end team. Het back-end team is nu met name bezig om te zorgen dat we de load aan kunnen. En dat betekent ook dat we de komende weken nog geen nieuwe features gaan brengen. En we hebben te maken met een enorme instroom die we zelfs even uit hebben moeten zetten. We hebben de features scherp. We weten wat jullie willen. We gaan bouwen wat jullie willen. Aan de voorkant wordt er al aan gewerkt. Maar geef ons even de ruimte om alles netjes neer te zetten en geleidelijk aan te gaan brengen. Dus verwacht de komende weken nog niks. Maar we doen ons uiterste best om zodra het kan ook weer met gave dingen te doen. En dan voor nu een goed weekend gewenst.